Roosendaal heeft last van Quintana-gekte en dus klinkt er Spaans op het parcours. Ocho vueltas a correr, ocho vueltas. Spaans achter de hekken. I love Quintana, it's mi país. En jaagt de jeugd op een Colombiaanse handtekening of foto. Nee, ik zei gewoon Nairo Pitcher en toen deed hij dat. Wat ga je met de foto doen? Uitprinten. En waar komt hij dan te hangen? Om mijn kamer. Quintana is geen doorsnee wielrenner. Hij leerde als kind fietsen in de bergen van de Andes omdat de schoolbus te duur was. Dit jaar hield hij huis in de Tour. Hij won het berg- en het jongerenklassement en werd tweede in het algemeen klassement. Maar ja, twee is niet nummer één. We hadden ook inderdaad Froome kunnen hebben. We hebben altijd gezegd, wij willen iets anders. En nou is dit geluk op onze weg gekomen. En ook het publiek mist Tour de France winnaar Christopher Froome niet. Quintana. Waarom Quintana? Omdat hij tweede geworden is, heb ik begrepen. Dus ik wil hem wel eens eventjes in het echt zien. Maar wat ik wel mooi vind, is dat zo'n kereltje hier even de Tour de France komt rijden. En eigenlijk op één na de sterren van de hemel rijdt. Veel mensen zijn dus gekomen voor de Colombiaan, maar hij zelf blijft bescheiden. Aquí hay mucha afición del ciclismo, igual que en mi país. Y esto es muy bonito porque nuestro deporte crece mucho más. Gaat het dan alleen maar over Quintana? Nee, het publiek komt natuurlijk ook voor de Nederlanders. Laurens ten Dam, Bauke Mollema en onze eigen Danny van Poppel. Het voelt toch wel een beetje als thuis. Ook al woon ik net in België, maar... ik voel me toch wel een Brabant. Ga je daardoor ook extra hard fietsen? Ja, ga ik zeker proberen. Maar een podium zat er voor Van Poppel niet in. Op 3 staat Mollema, plaats 2 is voor Hogeland. En 1, daar is hij weer, Nairo Quintana.